Hoi skincare junkies, vandaag heb ik weer een nieuwe facial video voor jullie klaar. We gaan vandaag aan de slag met een vitamine C peeling voor een ultieme glow. Mijn eerste reiniging voer ik uit met de Deep Gentle Cleanser van QMS Medi Cosmetics. Deze zachte melkreiniging bevat onder andere maïskiemolie, ideaal om alle make-up resten grondig te verwijderen. Deze reiniger is ook uiterst geschikt om de oogmake-up mee grondig weg te nemen. Voor de tweede reiniging gebruik ik de Illuma Exfoliating Cleanser. Door de aanwezige ultrakleine bamboestukjes en Smart Sensing Beads verwijderen we op een milde wijze de dode huidcellen. Onder andere ginseng, zoethoutwortel en pioenroosextract zorgen voor een egale tint. De Image Skincare Signature Lift Peeling bevat een hoge dosis vitamine C. We gaan met deze peeling de dode huidcellen verwijderen, de huidskleur egaliseren en zorgen voor een onmiddellijk frissere uitstraling. De peelingvloeistof masseer ik zachtjes in, zodat het prikkelende gevoel toch iets minder fel gaat worden. Ik combineer de peeling met het Image Skincare Ageless Mask. Deze bevat glycolzuur om de huidtextuur te verfijnen en te zorgen voor een nog betere opname van vitamine C. Als laatste peelend stapje breng ik nog een beetje extra van de Image Skincare Signature Peel bij aan. Op deze opbouwende manier kunnen we de intensiteit van de peeling goed bepalen en kijken wat de huid bij aankan.
de prikkelingen van de peeling wegnemen, doe ik door het aanbrengen van het Image Skincare Vital C Enzyme Mask. Dit maskertje bevat L-ascorbinezuur voor een antioxiderende en verhelderende werking. Ook bevat het maskertje hyaluronzuur voor het extra binden van vocht in de huid en zo te zorgen voor een optimale hydratatie. Ik neem de peeling met masker af met het ultrasoon gelaatspatel, waardoor ik extra extracties kan uitvoeren en verstopte poriën kan verwijderen. Met een gezichtspateltje haal ik nog eventjes de extra zwarte puntjes mee weg voor een nog zuiverder resultaat van de huid. De huid terug in balans brengen doe ik met het Hydratonic Mist van Mesoesthetic. Deze tonic gaat de huid hydrateren, regenereren en verzachten. Tijd om even helemaal tot rust te komen tijdens de gelaatsmassage. Voor de gelaatsmassage maak ik gebruik van het vitamine C olie van Image Skincare. Deze olie bevat Moringa Olefera Seed Oil voor een gemakkelijke opname door de huid en vochtverlies bij tegen te gaan. Thank you.
om deze exfoliërende behandeling af te sluiten en de huid te voeden, gebruik ik het Image Skincare Vital C Hydrating Anti-Aging Serum. Door de aanwezige vitamine C-mix krijgt de huid een boost aan antioxidanten. Hyaluronzuur gaat zorgen voor extra hydratatie. De ogen verzorgen doe ik met het Epigen Deep Buff Serum van QMS Medicosmetics. Het Epigen Deep Buff Eye Serum bevat een hoge dosis hyaluronzuur, peptide en cafeïne. Deze gaan bijdragen aan een jeugdige uitstraling en het reduceren van wallen en donkere kringen. Als verzorgende crème maak ik gebruik van het Image Skincare Illuma Intense Brightening Cream. Het aanwezige ascorbinezuur, een krachtige vorm van vitamine C, gaat helpen om een doffe huid op te fleuren. Afsluiten doe ik natuurlijk met een zonbescherming. Ik gebruik hierbij de Meso Aesthetic Milan 130 met een SPF 50+ en een zacht gekleurd tintje. Natuurlijk kunnen we de lippen niet vergeten en hierbij gebruik ik de Ormedic Lip Balm van Image Skincare voor extra hydratatie. En dit was onze vitamine C peeling voor een ultieme glow. Bedankt om naar deze video te kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende video. Tadaa!